Gedragsverandering gaat niet op gang komen als de infrastructuur niet wordt gewijzigd. Dit haalde Ruben Del Prado, publieke gezondheidszorgdeskundige, vandaag aan in het ATV-programma COVID-19 Update. Daarmee bedoelt Del Prado dat mensen niet per se in rijen moeten staan om hun basisbehoeften aan te schaffen en voor de nutsvoorzieningen te betalen. Om de gedragsverandering te stimuleren, zal Del Prado binnenkort samen met een collega protocollen voor bedrijven ontwikkelen. Om te proberen die bedrijven zo veilig mogelijk te maken voor COVID-19. Mensen kunnen zeggen COVID-vrij, je hoort nooit COVID-vrij. Veiliger te maken. Ik ben gisteren gebeld door de Human Resources Manager van een groot bedrijf, dat daar de vierde persoon positief is getest. Ik heb de afgelopen 2 weken bijna elke dag contact met dat bedrijf. En toch zijn 4 mensen besmet. Hoogstwaarschijnlijk 1 buiten. Buiten in het sociale leven. Gaat aan het werk, zit vrij dicht bij een andere. Mond-neusbedekking is soms lastig. Dus de bank moet een methode hebben, of het bedrijf moet een methode hebben om die mensen om de zoveel tijd even naar buiten te laten gaan, dat je het af kan zetten. Want dat is belangrijk. Del Prado zegt verder dat het niet belangrijk is om te weten waar de COVID-harden zijn. Hij benadrukt dat het virus zich niet uit zichzelf verspreidt, maar dat mensen dit doen. Voor hem is het belangrijk dat een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid kent en de COVID-voorzorgsmaatregelen in acht neemt. Jij moet ervoor zorgen dat waar jij gaat, jezelf beschermt hiermee om anderen te beschermen. En je moet niet in de buurt gaan van mensen die het niet hebben. Ik heb Matties. Ik zeg, draag je mondneusbedekking, anders kom ik niet dichterbij. Allebei de mensen. Dus opnieuw weer dat ding van die gedragsverandering. Je moet je aanpassen. Mm-hmm. Weten waar het gebeurt is niet belangrijk, want als je weet dat het daar is, dan ga je naar daar. Maar inosabi, je weet niet wat er daar gebeurt, want het kan 5 dagen, 7 dagen, 10 dagen, 2 weken, 14 dagen duren voordat er ziekteverschijnselen komen. Dus je kan ergens gaan waar je denkt dat je veilig bent. Die persoon draagt geen mond-neusbedekking en er is transmissie en jij wordt besmet. Dus weten waar het is. Het is met HIV toen, is niet zo belangrijk. Het is overal. Ruben Del Prado, publieke gezondheidszorgdeskundige. Hij sprak vanmorgen in het ATV-programma COVID-19 Update.